het zijn zo'n leergierige, slimme, lieve beesten. Prachtige beesten om mee te werken, om te verzorgen, om ze te hebben. Michiel en ik komen allebei van het boerenbedrijf. Onze ouders hadden al varkens. We zijn in eerste instantie zijn we naar het ouderlijk bedrijf van Michiel. Daar hebben we varkens gehouden. Dat was op de gangbare manier. Alleen we voelden wel de maatschappelijke weerstand om ons heen. Mensen gaven aan dat ze toch wel in kleine hokken zaten. Dat de stallen vaak donker en waren en stoffig en stinken. Dat raakte ons heel diep. Want we hadden het idee dat we toch wel heel goed voor onze dieren zorgden. Ik kon ook wel begrijpen dat dat misschien op een andere manier kon. Alleen we wisten niet goed hoe. En daar zijn we gaan onderzoeken. Om het dus anders te gaan doen. Dus op een andere manier varkens te gaan houden in een andere stal. Dat het meer licht, lucht, meer ruimte. Maar ook van hoe kunnen we het nog beter aan de mensen laten zien. De biggen die gaan na 6 weken bij de moeder weg. Bij de moeder zijn ze al met 2 nestjes aan elkaar gewend. En met die 2 nestjes laten we ze dus in deze stal. Dat ze geen rangorde gevechten meer hebben. Dus minder stress is al veel beter voor het varken. Hier hebben ze vooraan hebben ze de voerplek. Middenin hebben ze een lichtplek met heel veel strooisel, zaagsel. En achterin hebben ze het varkenstoilet, zoals je daar kunt zien. Dit is het varkenstoilet. Aangezien deze varkens bij moeder al hebben geleerd om op een rooster te plassen en poepen, hebben wij deze rooster ook in deze stal gemaakt. Onder dit rooster zit een lopende band. Dit is dus de lopende band. In het midden is die bol gemaakt. Poep blijft liggen, de plas loopt er meteen vanaf. En omdat wij scheiden bij de bron, zijn wij 90% minder aan energiekosten kwijt als een traditioneel systeem. Eitels, dat zijn natuurlijk snoepjes voor de varkens. Dat zie je wel, die hebben ze graag. We verwennen ze daar ook gewoon mee. Naast dat ze ook mais krijgen en kuilgras en hooi, en daar wisselen we ook in af. Ze hebben dus hier in de uitloop, hebben ze dus ook keuze om hier te zijn of binnen, net waar ze het liefst liggen of zijn of slapen. Kom. Kom. Ja, na het goede leven wat ze hier hebben gehad, zijn onze varkens uiteindelijk toch om op te eten. Nou, oké. Nou, dankjewel. We maken er allerlei mooie producten van, want vanuit de vriezer verkopen we. We merken dat mensen het heel belangrijk vinden om te weten waar hun eten vandaan komt. En dus ook van het vlees. Het is voor mensen wel eens moeilijk om te zien, zo is het varken, zo leeft hij. En vervolgens in stukjes om op te eten. Maar wij vinden wel dat het daarbij hoort, dus dat het gezien mag worden. En vooral ook dat mensen er extra van kunnen genieten op het moment dat de vark ook een goed leven heeft gehad. We hebben in het laatste jaar een roerig jaar gehad, waarin we het roer dus ook echt helemaal om hebben gegooid. Maar we voelen ons wel het prettigst erbij.